Die lampjes heb ik altijd. Het zijn lampjes van de Action. Die vind ik echt heel leuk. Sorry voor het wiebelen. Ik wil even de camera goed vasthouden. Die lampjes die vind ik echt heel leuk. Fairy lights. Die zijn volgens mij 2 euro of 1 euro bij de Action. 1 of 2 euro, een van die twee. Deze komt ook bij de Action vandaan. Het zijn alle foto's van Dylan. Over de jaren heen. Hier was hij net geboren. Hier was hij een paar maanden oud. Hier was hij een half jaar, daar een jaar. Volgens mij. En hier een paar jaar, 3 jaar of zo. 4 jaar. Dit is allemaal door de jaren heen. Kijk wat ik veranderd ben. Heel kort haar en blond. En... ja, goed. Dat had ik.
Wat ik hier heb staan is een doosje. In dit doosje heb ik de medicijnen, de standaard dingetjes. De Alfansen, de slaappilletjes, alles. Hier heb ik twee kaarsenstandaard. Die heb ik ooit eens gekregen volgens mij. Bij een kerstpakket zaten ze in. Die zijn rood. Maar daar heb ik dus die van die geurballetjes in gedaan. Die je dus in de droger kan doen. Of in de, ja, in de wasmachine kan doen. Dus om mee te laten wassen. Dan komt er dus een lekker geurtje hier. Daar heb ik er twee van. Natuurlijk elfjes en engeltjes en dingetjes. Dat zijn allemaal mijn dingen. Dit lampje heb ik toen bij de Quantum gekocht. Voor Valentijn vorig jaar was dat. Voor 2 euro. Maar ik vond hem gewoon heel leuk. Omdat ik ook een roze muur heb op mijn kamer. En heel veel qua bloemen en roze heb. Niet dat roze mijn lievelingskleur is. Nee, blauw. Maar ik vond het gewoon wel heel erg leuk erbij staan. En dit kaarsje heb ik weer even gebrand. Maar ik hoop dat dat goed gaat branden straks. White flower en oud. Scented candle from home fragrance. Ik zal hem even uitdoen. Omdat ik me om ga draaien en zo. Dit is Venetian mask. Een masker uit Venetië. Deze komt ook daadwerkelijk uit Venetië. Ik heb er meer. Maar deze komt volgens mij daadwerkelijk uit Venetië. Ik heb er nog één en die is groen. En die komt uit... Oh, die kan ik trouwens ook wel hierbij leggen. Goed. Ik heb er nog één, die is groen en die komt gewoon van de Fancy Fair af. Maar deze komt volgens mij van... Echt uit Venetië. Die hebben mijn ouders volgens mij een keer meegenomen. Maar... Nou, dan heb ik mijn poppen. Die poppen die heb ik al heel lang. Papa, mijn ouders, die hebben ze ooit een keer meegenomen. En ik vind ze heel mooi. Maar Dylan die stopt ze steeds in de la. Die vindt het niks. Maar ik vind ze gewoon heel mooi. Ik haal ze er iedere keer weer uit. Dylan heeft iets tegen papa, ik niet. Ja, en dan heb ik deze. Die stonden in de gang. Dan heb ik er een van over en die heb ik hier neergestopt. Nou ja, goed, zakken, was, mond enzovoort. Nachtkastje. Nachtkastje heb ik verplaatst. Die stond op de make-up kamer. Die heb ik daarna hierheen gebracht. Die heb ik daarin gezet. En nu heb ik hem hier staan naast mijn bed. Dan heb ik hier nog lampjes. Die heb ik ook bij de Action gekocht. Die heb ik net gekocht trouwens. 21 of zo, of 31. Nee, weet ik het. Deze heb ik bij Quantum gekocht. Dek met overtrek. Nou ja, dan heb je mijn hele mooie bed in deze kleur. Echt waar. Blauw. Dat is mijn kleur gewoon. En ik vond hem zo mooi. En ik wou zo graag een nieuw bed. En ik moest een nieuw bed vanwege mijn rug. Maar ik wou hem steeds niet kopen. En nou was zoiets van, nou moet het gewoon gebeuren. En bij een nieuw bed hoort een beetje je kamer aangepast te zijn. Dus dat heb ik gedaan. Deze droomvanger heb ik gekregen van mijn ouders toen ze net hier kwamen wonen in dit huis. Als een soort van extra cadeautje. Vond ik leuk. En deze heb ik toen gekregen voor kerst een keer. Focus. Voor kerst een keer. Vond ik heel leuk. Er zit een lampje in. Kun je plakken tegen de muur aan en er zit een lampje in. Uit. Zo. Ja. En dit is dus een beetje mijn kamer geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben heel hard bezig geweest net. En ik wou het gewoon heel snel klaar hebben. En hier heb ik dan nog foto's van Dylan hangen. Op vakantie was dat in Mallorca? Ja, Mallorca. Maar goed, in ieder geval. Dat is mijn kamer. Het is iets nieuws. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Steeds kleine stappen gedaan met veranderen. En... Nu ben ik hier. Dus ik heb de hal gedaan, ik heb deze gedaan en nu komt binnenkort mijn make-up kamer. Maar dat is gewoon eigenlijk een beetje opruimen en een beetje doen. Maar steeds als ik dus dingen ga veranderen, dan ga ik er een video van volgen. En binnenkort krijg je natuurlijk ook het Pasen. Dus dan komt weer paasdecoratie aan en dan komt weer een hal aan voor Pasen. En er komt dan decoratievideo. Over Pasen enzovoort. Maar nu heb ik het over Pasen en ik ben nu in mijn slaapkamer. Ik wil het over mijn slaapkamer hebben. Want dit bed is zo fantastisch. Dat ik gewoon niet kan wachten.
dat ik vanavond kan gaan slapen. Dankjewel voor het helpen met het kopen van mijn bed. Oh, heerlijk. Can't wait. Doei, welterusten.